Yo mensen, groep van DPNL, met slag in de video over de en vandaag ben ik hier, ja, de verjaardag van EA. Yes! Gefeliciteerd. Oh, wacht, ik heb wat. Wauw. Kut EA. Zo, tering heet. Ah, helemaal in mijn oog. Ah, doe dit thuis vooral niet na. Mensen, nu we EA gefeliciteerd hebben met de verjaardag, gaan we even ook wat geld aan ze geven. Want we gaan packs openen. Het is een tijdje geleden. Ik heb echt lang geen packs geopend. Echt sinds 10 jaar heb ik voor mij geen packs geopend. In ieder geval, doe zeker een duimpje als je weer blij bent dat er een pack opening terug is. Ik ben blij. Yes. Yes. Er zijn nog 100 kapers, want EA is nog steeds jarig. Er zijn al 10 dagen jarig of zo. Voor mij 10 dagen aanzien 10 jaar is of zo. Ja, fantastisch. Maar ik heb dus ook wat anders gedaan. Want, je hebt dus zeg maar. Ik weet ook niet of dit goed is. Hè. Ik denk niet dat ik een pack kan openen. Ik denk als ik een pack nu open, dat ze zeggen van dat kan niet. Kijk maar. Ja, kijk. Mensen, ze hebben 2, 1 tot 3 zelfs een 280 plus. Kom op, geef me een icon. Ah, dat is goed slecht. Goed hoor. Oké, ja, doe dit niet. Doe dit vooral niet na thuis. Nou, triest. Dat was triest. Dan heb ik ook nog een gouden topspelerspakket SBC gedaan. Voordat we naar de echte packies gaan natuurlijk. Nou, dat heb ik ook geen tyfus in. Fantastisch. Yes. Trouwens mensen. Ben je nog niet op mij geabonneerd? Doe het dan zeker aan hier beneden. En voor me nu op Instagram, doe het ook vooral. K-O-N. Koen. Oké. Laten we maar beginnen met de eerste 100k pack. Geef me gewoon even zo'n fit birthday spelen. Want ik heb dus ook nog geen 1 pack. Ja, ik heb nog geen 1 pack geopend. Dat is heel fit birthday. Ik verkloot, jongen. Veltering IE, klote rotspel. Echt wel slecht hitten. Maar we krijgen wel 11k aan discard. Yes. Nog eentje. We doen er gewoon nog eentje. Komt u maar. Geef me walker. Kom, weer geen walker. Oh mijn god. En in vorm. Nou, Hongarije. Oh, fantastisch. Oh, fantastisch. Nou, is goed slecht weer. Fantastisch slecht. IE is jagen, dan moeten we vieren. God gloeiende. Iedere keer als ik nu ga schelden, dan blaas ik gewoon op deze fluit. Op deze fantastische fluit. Krijg het zeker. Goh. Kijk, dat werkt stukken beter, mensen. Jullie zien het al. Ik heb nu gewoon 60 euro uitgegeven. Dat is echt te bizar eigenlijk voor woorden. Ik geef 60 euro uit en ik krijg legit echt helemaal niks. Het is echt te bizar. Ik heb er nog maar 2 van deze. Wat slecht. Oh my fuck. Hoe kan dit nou? Dit is zo drama. Jee, zo lekker vrijgevend tijdens hun verjaardag. Dat is wel tof om te zien. Dat vind ik fijn om te zien. Goed om te zien dit. Echt heel goed. Echt fijn. Ik heb nog maar 1 van deze. En het is sowieso geen walkout. 100 euro. 100 euro geen walkout. Of 90 euro of zo. Iets in de richting. Iets in de richting van tering veel geld. Dit is toch triest. Dit is toch triest. Maar ik heb nog 2004 points. Ja. Oké. Okay, we hebben hier Fut is jarig speler onder de 1%. Fut is jarig speler onder 1%. Oké. Okay, deze packs zijn zo triest. Maar we moeten natuurlijk positief blijven. Want IE is jarig. En op een verjaardag moet je positief zijn. Wat ik heb gedaan, mensen. Ik heb nog 1 pack kan ik ook. Dan hebben we even 100 euro erheen gegooid. Niks gepackt. Maar dat maakt niet uit. Want naast die pack ook doen we ook nog heel veel andere leuke dingen. Leuk. Leuk hoor, leuk. Jezus, Italian. Holy moly macaroni. Dit is slecht. Mensen, ik heb een nieuwe speler gekocht. Ja, je gelooft het niet, hè? Maar het is toch echt zo. En die speler is niemand minder dan Douglas motherfucking Costa. Hij ziet er oprecht fucking goed uit. Ik heb 1 poeier en gespeeld, 1 goal gemaakt. Ik heb hem voor 570k gekocht. En hij kost op dit moment. Ja, wat zal het zijn? 400k of zo. 410k. Toch al een nette 150k verlies. Daar ben ik blij mee. Maar die stats zijn echt heel goed. Ik ga trouwens wel een andere chemistry op hem zetten. Ik wil shooting wil ik erbij. Maar ik heb deze speler dus gekocht omdat ik hier met de Wiggly game ga. Want dit is blijkbaar mijn nieuwe beast. Het spel is echt. Je ziet het scherm weer. En ik word ongelooflijk vrolijk. Alexander Arnold. Geen foto. Militaal geen foto. TS geen foto. Linksboven staat nog mijn record. Gaat verdamme. Maar. IE is jarig. Yeah. Trouwens mensen. Ik zit in de divisie 1 zoals je kan zien. Je zal denken Koen is dit een grap. Nee het is oprecht waar. Ik heb ook geen idee hoe het kan. Maar IE heeft me ineens in de divisie 1 gegooid. Kijk ik vind het alleen maar goed. Want ja nu kan ik eigenlijk een beetje met spelers van mijn niveau spelen. Daar ben ik blij mee. We gaan een klein boekje division rivals doen in de divisie 1. En ik ga je laten zien dat de divisie 1 fucking makkelijk is. Dat ik daar echt thuis hoor. Let's play a cheeky game of FIFA 19. Misschien wel de beste FIFA ooit. Dit is met deze onze team in de divisie 1. Jezus, wat een kakteam, homo team. Mensen beseffen dat ik in mijn laatste reageervideo dit heb gezegd. Ik heb echt helemaal ook een swallow gemaakt. Mensen, als we 10.000 likes halen op deze video, ga ik proberen een swallow te maken bij een echte voetbalwedstrijd. En als we nu dus 10.000 likes hebben gehaald en dat dus ik bij een wedstrijd van creators waar ik aan mee ga doen, moet ik dus een swallow maken. En bij de eerstvolgende wedstrijd is Kevin Blom de scheidsrechter. Oh, dit gaat zo triest worden, jongen. Ik ben echt benieuwd of het gaat lukken. Ik denk het niet. Er is ook trouwens een VAR. Het gaat echt helemaal niks worden. Nou, moet ik er wel bij zeggen. Oh, doen het! Oh, doen het. Ja, mocht er nou echt geen mogelijkheid zijn, dan doe ik het in een andere wedstrijd. Maar ik ga gewoon in een wedstrijd een swallow maken. En proberen een cheeky vrij trapje zo mee. Oh mijn god. Een vrij trapje of penalty mee te krijgen. En misschien, ja, ik wil het liefst wel bij Blom. Dan kan ik laten zien dat het gewoon allemaal... kan. IE is jarig en de vlaggen hangen uit. Ei, ei, ei. En we zijn echt tering blij. Want IE die is jarig. Oh mijn god, die bal gaat gewoon... Wat is dit? Wat was dat voor schot, man? Triest. Boom. Goal. Lekker. Lekker. Is het Costa of Mbappé? Costa volgens mij. Lekker. Met zijn rechts. What the fuck? Hij heeft maar 3-star weak foot. Maar een heerlijk goaltje hoor. Lekker. Gast, ik ben echt blij. IE is jarig. Alles is blij. Sterk. Sterk. Nu balletje doorgeven. Een enorme zaadbal, jongen. Je bent Cam, jongen. Doe eens Costa. Geef je zo'n bal. Maar hij heeft wel gescoord net. Dat is wel goed. Nee, maar doe het, jongen. Boom. Ah, gaat die van de lijn staan. Ja, leuk. Nee, leuk. Echt leuk. Ja, leuk. Leuk is dit. Bal op Douglas Costa, natuurlijk.
Doe het school staan met de bedtiming en dan gaat erin. Heerlijk, heerlijk, tuurlijk. Ongelooflijk wat lekker. Oh, tuurlijk, kleine dab. Tuurlijk. Sean, op je hand in mijn... Doe het school staan goed, jongen. Goed. Boom. Kijk, prikt er toch weer twee. Dat is wel lekker. Ja, kan je zeggen wat je wil. Kan je haten wat je wil, mens. Maar ja, hey, met haten kom je niet ver. Nee, nee. Nu door. Goed. Boom. 3-0. Tuurlijk. Gaat voor mij via een speler van hem erin. Maakt niet uit. Staat 3-0 voor. Tuurlijk, divisie 1. Geen enkel probleem. Wat ben ik toch. Soms ook een ongelofelijke legend. Hij gaat lieven. Hij gaat lieven. Van harte gefeliciteerd, EA. Van harte gefeliciteerd. En ook van harte gefeliciteerd naar mij. Want ik win. Mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Is Doris Costa goed? Niet echt eigenlijk. Maar toch hoop ik jullie deze video leuk vonden. Vond je het leuk? Vergeet me zeker niet te liken. En doe ook zeker abonneren. Dat kan. Want als je nou hier of hier, dan kan je een oude video van me zien. Maar als je op dit rondje klikt, kan je abonneren op mijn kanaal. Moet je zeker even doen. Is echt lachen. Echt leuk. We hebben de hoofd van de video. Echt top. Doe even. Mensen, bedankt voor het kijken. Zet even video om in de volgende keer. Doei. Later.